Olimoni is bedoeld voor een ieder, maar voornamelijk voor de middenklasse. Dit haalde Wirin Ayodhya aan, adviseur van de president, op een vandaag gehouden persconferentie op het ministerie van Bibis. Olimoni is primair bedoeld om de burger te beschermen tegen hoge olieprijzen. De staat zal namelijk inkomen met een bedrag om de maandelijkse brandstofkosten te dekken. Ayodhya zegt dat de middenklasse bij dit project de voorkeur geniet, omdat voor de sociale klasse er al heel wat andere systemen in place zijn gebracht. Dat er ook een middenklasse is die ook in Suriname woont en ook veel problemen ervaart op verschillende vlakken. Natuurlijk met name de prijsstijgingen. En die wil je ook beschermen, die moet je niet vergeten. En daarvoor is dus die olimoni met name bedoeld. Het is bedoeld voor iedereen natuurlijk, maar met name die middenklasse die soms een beetje vergeten wordt. En een ander doel van die olimoni is ook om die inefficiëntie in de samenleving weg te trekken, of recht te trekken. Met name het effect van goedkope fuel voor groepen die daar niet voor in aanmerking moeten komen, die daarvan ook profiteren. Waardoor het netto bedrag wat je subsidieert dus een stuk lager gaat zijn als overheid. En dat geld kan je dus gebruiken voor andere zaken, onderwijs, gezondheidszorg, et cetera. Ayodhya legt uit dat mensen die in aanmerking willen komen voor olimoni zich zullen moeten registreren via de olimoni-website. De website is echter nog niet gelanceerd omdat het nog in een testfase zit. Hij geeft aan dat een aanvrager een QR-code zal krijgen als zijn registratie is goedgekeurd. Met de QR-code heeft de aanvrager op de website een account aangemaakt, waarop maandelijks een vast SRD-bedrag gestort zal worden. Deze zal echter vervallen als het niet gebruikt is. Ayodhya gaat in op de doelgroepen. P1, P2 en P3. Dat gaat dus P1 en P3 gaat met gewichten, boven een bepaald gewicht. Of tussen een bepaalde zoveel kilo en zoveel kilo, dan heb je een P1, hoger P2, etc. Er is ook P4, daar zijn ongeveer 31.000 auto's van. En van P1 tot en met P3 hebben we ongeveer 133.000 auto's. We hebben ervoor gekozen om geen P4 te doen, omdat de P4 zijn een beetje de luxe auto's. Prado, grote auto's waarvan je zegt van ja, zo iemand die kan best wel zijn tank, zijn benzinekosten betalen. P1 komt heel weinig voor, dat zijn echt hele kleine autootjes. Maar de mainstream auto's zijn P2 en P3. Dus die gaan in aanmerking komen. Dus die kunnen in aanmerking komen, laat ik het goed zeggen. Natuurlijk moet je aan het additionele criteria voldoen, zo komen. En dan hebben we ook natuurlijk de bromfietsen. Die komen ook in aanmerking uiteraard. En dan hebben we nog een aparte groep. Bussen en de boten, die gaan niet in dit systeem worden geaccommodeerd. Dat gaat apart gebeuren, omdat dit systeem is niet geschikt voor bussenvoer en dat soort zaken. Het olimoni systeem is gefocust op huishoudens en wordt in september gelanceerd. Ayodhya geeft aan dat één persoon maar één voertuig kan registreren en daarnaast mag een voertuig maar één keer geregistreerd staan. Het voertuig moet ook op naam van de geregistreerde staan. Er zal ook gelet worden op het inkomen van de mensen.